Evi van Akker en Emma Plassaert namen deel in de Laser Radial klasse. Emma eindigde op een 19e plaats. Evi wist haar tweede plaats door winst in de medal race om te zetten naar een overal overwinning. En Evi deelde haar race alvast goed in. Ik ben iets meer links gestart dan de anderen, eigenlijk als enige bij de pin-end. Wat wel gewoon heel handig was. En dan ook als enige eigenlijk de linkerkant gespeeld. Dus ik lag al bij de bovenboei eerste. Voor de wind was wel wat tricky, want er was wel echt windvlagen, windgaten. Maar ik lag nog steeds eerste bij de benedenboei. En dan de tweede kruisstok was gewoon een matter of controle van de anderen. En daar ben ik goed in geslaagd. Dus ik ben super blij. Super tevreden mag je zijn na een overwinning. Toch blijft Evi met de voeten op de grond. Want zij wil nog keihard werken naar het Europees kampioenschap. En uiteindelijk het wereldkampioenschap. Uiteraard ben ik super blij dat ik gewonnen heb. Het is echt al een tijdje geleden. Maar er is zeker ook nog werk aan de winkel. Dus de komende weken gaan we ook gewoon hard trainen om klaar te zijn voor het EK en het WK.